Nou, met één ding een groot probleem. Ja. Dat is. Als voor nationale verkiezingen zijn, waarom kan ik in Limburg niet verkiezen voor iemand die aan de zee woont en iemand van de zee voor iemand van Brussel? Ah ja, ja. Dat kun... Nationaal is bij mij nationaal. Ja. Je kunt dus... dat voor de Senaat wel. Hè? Voor de Senaat is dat één lijst van aan de pannen tot en bulzen, met tremolo met alles ertussen. Maar inderdaad, voor de Kamer, ik ben West-Vlaming, stel dat u voor mij kunt, u kunt voor mij kiezen. Dat is nog zo'n fenomeen. Bijvoorbeeld, nu hebben we daar een minister Reinders. Ja. Die is onze minister van Financiën. Maar godverdomme, dat kunnen we niet verkiezen. Nee. Ja, sinds, hij beslist over niet dat ik dat graag zou doen, nee. Dat is de kwestie niet, man. Ik kan het mij voorstellen. Nee, bij mij nationaal zou... Ja, je kunt niet... er is geen federale kieskring. Ja. Je kunt alleen maar in Vlaanderen voor de Vlaanderen en Frans-Dalen. Je kunt ze niet afstraffen. En dan is half Brussel veel voor de, ook allemaal opgelost. Want dan kan iedereen voor iedereen kiezen. En dan is die probleem opgelost. Dat is juist, maar je hebt daar toch één klein kantje aan. Weet je wat ik... Ik vertrouw de Franstaligen niet... Als ze bijvoorbeeld in Knokke, hè, weet je wat ze gaan doen? In Knokke gaan ze dan misschien 30% halen. Ja. En direct gaan ze zeggen, en nu moeten we rechter hebben. Hè. Ja, maar dat doen we anders ook al. Hè. Ja, maar ze gaan altijd, het is altijd hetzelfde met de Franstaligen. Maar dat is daarom, zij beschikken dat Belgen, of dat de Vlamingen Belgen gaan splitsen. Ja. Ik heb dat van de Vlamingen nog niet gehoord, buiten het Vlaams blok. Maar de Franstaligen willen dat, onrechtstreeks, want ze gaan blok vormen. Zelfs die roepen met Reinders dat wij vijanden zijn. We zijn daar heel slecht in. Hè. Ik ben historicus van opleiding. Altijd verdeeldheid bij de Vlamingen. Elkaar tegenwerken. En die Franstaligen, ze komen samen, ze bepalen één standpunt en ze zeggen dat is het, of het gaat niet door. En bij ons is er altijd alleen die begint te flikkeren of iets anders te doen. Dat is een van de grote zwaktes en ik hoop dat we na de 13 juni als Vlamingen front gaan kunnen vormen en zeggen dat is nu het pakket. Dat front moest nu gevormd zijn. Ja. Nee. Er konden geen verkiezingen gebeuren zonder dat dat gesplitst was. Ja. Niet dat dat voor mij persoonlijk zo belangrijk is, het is principe natuurlijk. Maar voor Mengen wel. Mengen, ja, maar die heeft ook helemaal wat dingen schopen. Hè. Maar als van mij, ik ben een Flamingant, ik wil ik echt, ja, lief. Je respecteert iedereen zijn mening, maar als het erop aankomt, ben ik Vlaming eerst en dan... Ja, maar je hebt gelijk. Ik en dat is niet voor Vlaams Blok of niet voor Volksunie. Nee. Ik ben gewoon maar we staan hier aan het beeld van Breydel en de Koning. Als het beeld van de Vlaamse vrijheidsstrijders, we kunnen geen betere plek hebben. In Brussel wil ik Vlaams spreken en ik zal daar Vlaams spreken. Ja. Ondanks dat ik mij in Frans kan behelpen. Hè. Maar ook dat is weer zoiets. Hè. Wij, veel Vlamingen gaan naar Brussel en beginnen direct op hun buik te leggen en Frans of iets dat erop trekt te spreken. In plaats van gewoon Nederlands te blijven spreken. Ja, maar dat is ook hetzelfde. Bijvoorbeeld, hier komen we nu, we zitten in het Vlaams landsgedeelte. Hier komt een Franstaligen of een Duits of een Engelsman, speelt geen rol. Wij gaan altijd proberen om die mensen te behelpen in zijn eigen taal. Dat zit in ons genen of wat, ik weet het niet. Gastvrij, maar we zijn een volk, we zijn een klein volk. We moeten het hebben van de gastvrijheid. Enfin, gaan we met uw dingen rekening houden. Gaat toch goed.